We zijn hier op de Amsterdam Drone Week in Amsterdam en hier vind je de laatste drone-gerelateerde ontwikkelingen. We lopen hier even door onze stand heen om je te laten zien wat we op ADW allemaal hebben laten zien. We beginnen aan deze kant met de Mavic 3 Multispectral. En die in combinatie met de multispectraal camera's is uitermate geschikt voor de agricultuur en mapping op dat gebied. Daarmee kun je onder andere met de verschillende banden uit die multispectraal camera's hele analyses van de planten en de gewassen maken. En op het moment dat je daar een mooie analyse van hebt gemaakt, kun je op basis van de analyses bijvoorbeeld gericht pesticiden of andere middelen gaan toepassen. En dat is eigenlijk waar de Agras line-up komt kijken. We hebben hier de Agras T10 staan. Ondanks dat het de grootste drone van de stand is, is het de kleinste drone in de Agras lijn. En deze zorgt ervoor dat je zowel vloeistof, zoals die nu is uitgevoerd, of eventueel kleine korrels van een halve tot 5 mm kunt verspreiden vanuit de lucht. En wat je in die twee tapsfase eigenlijk kunt doen, is dat je met die multispectraal een analysebeeld maakt. Daarmee gaat kijken op welke plekken er extra aandacht of spraying nodig is. Daar een taakkaart van maken en die vervolgens in een agri-drone stoppen. Zodat deze heel gericht over dat veld heen kan vliegen. En op de plekken die uit de analyse zijn gekomen, heel gericht zijn materiaal of poeder kan verspreiden. Nou, als we dan een stapje verder gaan, dan vinden we ons welbekende industriewerkpaard, de DJI Matrice 300. In dit geval uitgerust met de dubbele gimbal mount. En daar hebben we hier de H20N onder hangen met de dubbele thermische camera en de starlight sensoren speciaal voor 's nachts. En de GL60 Plus Spotlight. En het voordeel van deze spotlight is dat hij in tegenstelling tot de meeste andere spotlights met een tweede kabel aan de bovenkant kan worden aangesloten, waardoor die in een high power mode terecht kan komen en een ledlamp heeft van maar liefst 125 watt. Nou, een van de andere accessoires voor de Matrice 300 is de Alistair Tetherbox. Die staat hier op de grond eronder. Het tether systeem zorgt ervoor dat je in combinatie met een speciale air module voorop de Matrice 300 het hele toestel via een dunne kabel van stroom kan voorzien. En op die manier kan je het toestel eigenlijk onbeperkt in de lucht laten hangen op het moment dat je dat bijvoorbeeld voor monitoring wil gebruiken of voor dingen als verkeerstellingen, waarbij je puur vanaf een vaste locatie lange tijd een overzicht wil creëren. En dat in combinatie met een van de zoomcamera's zorgt ervoor dat je dan een mooi hoog overzichtspunt hebt zonder dat je batterijen hoeft te wisselen. Nou, hier bij de tafel hebben we nog een aantal accessoires voor de Matrice 300. We hebben uiteraard de DJI Zenmuse L1 voor LiDAR scanning. We hebben de P1 fotogrammetriecamera. We hebben een beetje standaard H20T inspectiecamera. En we hebben ook de speakermodule. Die kan je naast een van de camera's onder de M300 hangen. En daar komt een zeer luid geluid uit om bijvoorbeeld omroepberichten of alarmen te laten horen. Hierboven hebben we de andere twee toestellen uit de Mavic 3 Enterprise lijn, de Mavic 3 Thermal en de Mavic 3 Enterprise. De Mavic 3 Thermal is uiteraard voor een combinatie van thermische en RGB, voornamelijk voor inspectie en ook voor handhavingsdoeleinden. En de gewone Mavic Enterprise is eigenlijk voornamelijk voor mapping. Die heeft wel ook die twee camera's, maar de hoofdcamera heeft een extra grote sensor, een mechanische sluiter en optioneel de optie om een RTK-module bovenop te zetten. En is daarmee uitermate geschikt voor mapping. En als we dan nog een stukje verder schuiven, dan komen we eigenlijk naar het paradepaardje van de beurs. Namelijk de DJI Dock. De DJI Dock is eigenlijk een M30T, gebouwd in een complete omhuizing, waarbij het toestel volledig autonoom hierin kan starten, landen, opladen en volledig automatisch missies kan vliegen. En op die manier eigenlijk op een plek kan staan, op afstand bestuurd kan worden en enerzijds op afstand missies en handmatig gevlogen kan worden, maar ook puur volledig automatisch op tijdsbasis, bijvoorbeeld op dagelijkse basis, een bepaalde missie kan uitvoeren, data kan verzamelen en die kan uploaden naar de cloud. Nou, mocht je nou meer over één van deze producten willen weten die we op de ADW hebben laten zien, dan kun je uiteraard terecht in onze showroom. En als je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.